Ja! We waren ook in het AMC en toen kwam de het hoofd van de afdeling, die kwam langs en die kwam het nieuws vertellen. Dat eigenlijk de 800.000ste van Amsterdam was. Oh, kijk eens. Kijk, dat wil je eigenlijk history. Zo goed. Ja, maar zo goed. Hey. Hoe is hij er zelf onder? Hij heeft nog geen sterallures. Nee, hij is hartstikke vrolijk. Het is een leuk, zoals je ziet, leuk joh. Bij een verjaardag hoort een cadeau. Dat heeft hij besproken met ons, met de gemeente. En namens de gemeenschappelijkheid, mag ik zeggen, kunnen we jullie een tweede exemplaar aanbieden. Echt? Oh, dat is... Wow. Een jaar geleden werden wij benaderd door ONS, dat is Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Die zeiden, nou, de 800.000ste staat eraan te komen. Kunnen jullie daar iets mee? Toen hebben we gedacht, nou, dan gaan we daar een stukje over schrijven. En koppelen we dat aan iets in de collectie, namelijk een plaquette die gemaakt is door Gerrit-Jan van der Veen in 1930. Ter gelegenheid van de geboorte van de 750.000ste inwoner van Amsterdam toen. Toen zei Stadhuis van, goh, hartstikke leuk, maar is het een idee als we dat nog eens over laten doen? Een tweede pakket te maken en nu dan ter gelegenheid van de 800.000ste. En zo is het begonnen. Is het de derde keer dat er een 800.000ste inwoner is? Die andere twee, die hebben niet een plaquette? Die hebben geen plaquette, klopt. Dat zei ik ook tegen Stadhuis. Die twee eerdere keren zijn overgeslagen. Maar ja, je moet wel weten, de eerste keer was in 1939, vlak voor de oorlog, crisistijd. De tweede keer was vlak na de oorlog, 1947, geboortegolven na de oorlog. Dus ja, mensen hadden denk ik iets anders aan hun hoofd dan te denken aan een herinneringspakket. Ik vond de plaquette ook echt onwijs mooi. En hij ziet er ook echt uit zoals hij op de plaquette staat. Dus dat, daar ben ik wel heel trots op. Vind ik echt leuk.